Rap en Roer presenteert de musical Strandgasten. Yes! We gaan naar het strand! Wacht, ik pak meteen mijn zwemspullen. Hey, gooi je schoenen uit, voel het zand tussen je tenen. En gooi die schoenen uit, voel de zon maar op je benen. Dan vieren we vakantie op het strand. En met je blote voeten gaan we dansen in het zand. Zo, wat is het heerlijk zeg hier op het strand. Ah, dit is een mooi plekje. Hier leg ik mijn handdoek neer. Zeg, meneer. Ja? U zit op mijn plaats. Ik zit hier elke dag. Oh. Precies op deze plek. Oh, nou sorry meneer. Ik schuif wel een stukje om. Daar is Mr. Cool. Met zijn coolbox vol lekkere ijsjes. Hallo, doe mij er maar één. Wat? Zijn alle ijsjes gesmolten? Dat is niet zo cool. Even kijken, welke strandgasten zijn hier allemaal? Ah, daar heb je de zusjes Linda, Roos en Jessica. Samen met hun moeder zijn ze een paar dagen aan het strand. Nou, de meiden willen graag zelfstandig zijn en hun eigen gang gaan. Hebben jullie wel goed ingesmeerd, meisjes? Mam! Eens kijken hoor. Oh ja, ook de sportieve jongeren Sam en Sam zijn op het strand te vinden. Alle strandsporten willen ze uitproberen. Dit is het leukste wat we ooit gedaan hebben. Oh, 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 pas op met die vliegen, jongens. Nou, dat ging maar net goed. Ja, hou die bal hoog. Hoger. Ja, goed zo. Is deze wedstrijd belangrijk of belangrijk? Huh, wat nu weer? Oh, dat is coach Louis Garnaal met zijn beachvolleyballers. Ze zijn op trainingskamp en spelen straks een wedstrijd tegen de plaatselijke club. We gaan ze een poepie laten smellen. Ja, coach, ja, dat gaan we doen. Ja, gaan we doen. Komt goed. Hé, hey, dat is een lekker zweertje op het strand. Waar komt dat vandaan? Ah, het is DJ Martin Garagebox van de strandtent. Hij probeert een echte zomerhit te maken. Hallo, kan het ietsje zachter, Martin? Roept Koosje. Huh, wie is nou weer Koosje? Koosje is de eigenares van strandtent Paal 8. Ze heeft stress, want ze heeft een tekort aan personeel. Ze heeft alleen stagiaire Senna als hulp, maar ja, die is niet zo handig. Sorry. Dat schiet niet op en de afwas blijft maar groeien. Was die afwas maar af. Ik wou dat de afwas af was. Dan was de afwas af. En als de afwas af was, dan was ik ervan af. Koosje raakt nog meer gestrest, want haar neefjes Danny en Donny komen onverwacht logeren. En die nemen altijd iedereen in de maling. Geitje! Ja, daar zal tante Koosje haar handen vol aan krijgen. Hopelijk kunnen de strandwachten Mitch en Mike een oogje in het zeil houden. Want dat zijn echte binken die altijd paraat staan. Toch? Ho, ho. Wat is dat? Zie ik dat goed? Een haai! Help! Iedereen het water uit! Strandwachten! Jullie moeten nu ingrijpen! Geitje! Danny en Donny! Kijk, dit bedoel ik nou. De strandgasten bang maken met een haai-alarm. Als ze maar niet nog meer streken gaan uithalen. Hé, hey, wie zijn dat? Die ken ik nog niet. Het is strandjutter Silke met haar vriendin Wietske. Ze hebben de hele ochtend gejut. Wat je allemaal niet kunt vinden in de branding. Kijk, een haaientand. En een linkerschoen. Leuk zeg. Silke heeft zoveel spullen gejut dat ze een juttersmuseum is begonnen. Dat doet de zee. De zee die laat het stromen. Dat doet de zee. De zee die laat me dromen. Wat een gevolgen keer op keer. Voor mijn blote voeten neer. Wat is het cadeau vandaag? Van de zee. Onder de strandgasten delen ze flyers uit van het Juttersmuseum. Mag ik even jullie aandacht? Jullie zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken in ons Juttersmuseum. Dank u wel. Maar de strandgasten hebben weinig belangstelling voor het museum. Was toch oude troep? Ja, zij! Wie wil daar nou naar kijken? Silke is enorm teleurgesteld. Als ze nou iets heel bijzonders zou vinden, dan zouden de mensen misschien wel komen kijken. Wietske probeert haar op te beuren. Je weet het maar nooit, zegt ze. Ken je dan niet het verhaal van Boudewijn van Ballengooien? Ja, Boudewijn van Ballengooien. Dat schijnt een rijke koopman geweest te zijn die een paar eeuwen geleden aan dit strand leefde.
Hij wilde zijn rijkdom niet delen en begroef zijn goud hier ergens in het zand op het strand. Daarna ging hij vlak voor de kust met zijn schip ten onder. Niemand wist waar zijn goud begraven lag. Dus het is nooit gevonden. Wat een mooi verhaal, zegt Silke. Dat zou fantastisch zijn als we ooit iets zouden terugvinden van het schip van Boudewijn. Dan zetten we dat in ons museum en komt vast iedereen kijken. Ja, ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ook aan het strand loopt de dag ten einde. En die nacht steekt er op zee een flinke storm op. Het water kookt. De wilde golven breken op het strand. En de wind jaagt grote schuimkoppen over het zand. Als Silke en Wietske de volgende ochtend weer juttend over het strand gaan, zien ze iets liggen in de branding. Het is een oude fles met een briefje erin. Ik weet wat dat is. Dat is flessenpost. Ja, rustig. Het is flessenpost. Ja, dat zeg ik. Het blijkt een eeuwenoud bericht, ondertekend door Boudewijn van Ballengooien. Met aanwijzingen waar zijn goud begraven ligt. Wauw! Zou Silke's droom nu echt uitkomen? Een aantal strandgasten komt erbij staan. Een schat? Nou, wat gaaf. Wij gaan helpen met zoeken, hoor. Doei, mam. Wij gaan het schat gaven. Ja, sorry, coach. Hey, dat wordt niks meer met die beachvolleybalwedstrijd. Dit wordt het leukste dat we ooit gedaan hebben. Silke vindt het geweldig. Nu begrijpt iedereen opeens hoe leuk het is om te zoeken op het strand. Al gauw komen er ook professionele goudzoekers op het strand met hun metaaldetectors. Ja, aan de kant. Even opzij. Aan de kant, personeel. Zijn we warm, zijn we koud, zit ik goed, zit ik fout? Zijn we al in de buurt of zijn we er voorbij? Het is toch wat? En nu komt ook nog journalist Stephanie Stors in de polshoog te nemen. Dames en heren thuis, u bent live getuige van de zoektocht naar de schat. Oh, hoe zal dit aflopen? Zal de schat van Boudewijn van Ballengooien gevonden worden? Hé, wat lopen die neefjes van tante Koosje daar nou weer te smoesen? Wat voeren zij in hun schild? En deze vissers, welke rol spelen zij in het verhaal? Er is hier iets niet in de haak, Johan. Hey, we vissen achter het net, Jacob. En het Juttersmuseum zal dat eindelijk bezoekers krijgen. Je ziet het in jullie musical Strandgasten. Wacht eens even. Ik zie hier iets uit het zand steken. Ik ga graven. Waar is mijn schep? Waar is mijn schep?